Nou, dit is de huidige situatie. Woensdagavond, nacht. De pot staat nog op één vloertegel. Je ziet het wel, denk ik. Het is natuurlijk niet nat. Met de hand voelend denk je, ja, niet echt kurkdroog. Voelt een beetje koel, vochtig. Hier staat onze nieuwe aanwinst. Die probeert het thuis vast wel te hebben. Als extra kacheltje voor mevrouw de Koupleun. En dit is echt, het ziet er niet mooi uit, maar het is allemaal gortdroog. Dat was al zo bij aankomst. En naar de korst zie je nog enig kleurverschil. Alhoewel. Misschien ook wel niet. Dus ja, het is gewoon droog. Het ziet er prima uit, het stinkt ook niet. Toen we tegen gingen verwijderen, rook je wel even weer die natte lucht. That's it. Nou, zo ziet het er dan uit op donderdagavond. Toiletpot even weer op een plateautje gezet. De hele vloer eruit, tegels eruit, de onderliggende platen eruit gesloopt. En een kachel erop. En nog een kachel. En daarachter is het hout wat lichter van kleur. Daar is het ook droger. En nat is het nergens, maar vochtig is het wel. Het slotfilmpje. Morgen gaan we weer weg. En zo ziet het er nu uit. Allemaal droog. Maar ja, het vocht blijft komen misschien. Daar zou een luikje kunnen. Om te bewaken of het opnieuw vochtig wordt door vocht wat elders vandaan komt. Nou, en de middenbalk die echt helemaal zwart was van het vocht, is nou helemaal licht van kleur. Ziet er goed uit. Moet kunnen.